Ik zweet echt overal, ook hier gewoon en hier. Ben je klaar voor je examen? Ogen dicht. Ik heb het gehaald door hem. Voor de mensen die het niet weten, de broer van Filip doet mee en hij zit dus in de finale. Het is vandaag 33 graden. Het is dinsdag. En ik moet werken tot 6 uur. Ik moet eigenlijk nog maar 2 uurtjes en ik heb eigenlijk bijna niks gedaan omdat ze zeiden dat ik dus rustig aan kon doen vandaag. Maar ja, ik heb ook eigenlijk helemaal niks. Filip heeft zelfs de laptop nu op dit moment. Ik ben helemaal niks aan het doen nu op dit moment met mijn laptop. Maar goed, maakt niet uit. Filip is bezig met het kiezen van een outfit op een site. Ik mag niet zien wat het is, want het is voor mij en het is voor een video. Het wordt een superleuke video, komt binnenkort op mijn kanaal. Als jullie benieuwd zijn, abonneer dan hier beneden. Het is allemaal gratis. Ik heb zojuist een workout van Chloe Ting gedaan. Kijk hoe ik zweet. Het druppelt gewoon. Het voelt wel lekker, daar niet van, maar het ziet er wel vies uit. Ze eten aan het maken. Dit zijn uitjes met de jus. En in dit zitten de biefstukken. Die moeten dus nu even rusten. Ook gaan we er brood bij eten. Dit brood, gewoon tijgerbrood. We staan er weer op het veld en daarachter staat de camera. Daar zit Filip met de bal. Wij gaan de crossword challenge doen. Het wordt fucking leuk. Volgens mij komt die aankomende vrijdag online. Sorry voor mijn gescheld trouwens. Ik moet er echt mee ophouden. Anyways, wij gaan nu de crossword challenge doen. Als jullie benieuwd zijn wat het resultaat is, moeten jullie ons zeer zeker even volgen op Instagram. En natuurlijk maar volgen op YouTube, want de video komt op YouTube te staan. Filip en ik hebben zojuist de video opgenomen. Het is echt een superleuke en vooral grappige video. Ik hoop dat jullie hem ook leuk gaan vinden. Nou, wie de winnaar is, zullen jullie dus aankomende vrijdag zien. Zijn jullie nou benieuwd, vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan gaan wij hier nog eventjes voetballen. Hé! Hey. Ja? Hé. Hey. Hey. Ja. Ik heb gewonnen. Wacht, nog een keer. Ik heb gewonnen van de basketballer. Ja. Goedemorgen. Ik heb zo ongelooflijk veel spierpijn aan mijn armen. Het is niet normaal. Ik ben ook eigenlijk echt kapot. Maar ik heb een heleboel dingen te doen vandaag. Het is eigenlijk mijn vrijdag. Maar ik wil heel veel dingen klaarzetten van mijn YouTube kanaal, Instagram weer. Maar video's opnemen en zo. Dus dat is wat ik ga doen vandaag. Het is vandaag gelukkig niet zo heel warm. Het is wel een beetje benauwd, maar het is niet super warm of zo. Dus dat is gewoon mooi meegenomen. Ik ga zo meteen eventjes verder met van alles. Gisteren woog ik trouwens 72,5 kilo. Maar gisteren heb ik zoveel gesport. Ik heb armworkout gedaan. Ik heb gevoetbald. Ik heb daarna nog een beetje gebasketbald. En daardoor ben ik dus een halve kilo afgevallen. Ik ben dus nu 72 kilo. Ik ben zo blij als ik jullie zeg. Ik ben echt heel erg blij. Ik wil echt gewoon zo snel mogelijk weer op de 70 zitten. En dan uiteindelijk wil ik gewoon naar de 65. En dan weer naar de 60. Maar we gaan het gewoon stapje voor stapje gaan we gewoon afbouwen. Ik ben bezig met het opnemen van een nieuwe video. Dat wordt een sketch video, daarom dat mijn haar zo eruit ziet. Maar ik ben dus bezig weer met sketches. Niet alleen voor Instagram en TikTok, maar nu ook gewoon echt weer voor mijn kanaal. Ik ga nu vooruit werken. Als ik deze video af heb, heb ik 2 video's. Dus dat betekent 2 weken content. En dat is voor mij chill, want ik heb stage elke dag tot 6 uur. Dus ik heb bijna geen tijd. Vandaag ben ik dan wel vrij. Maar vandaag zou ik eigenlijk ook tijd moeten besteden aan de bruine YouTuber. Ik ben nu in ieder geval bezig met het maken van een tosti. Ik probeer gewoon goed te ontbijten. Ik heb nu een mini pauze. En ik merk gewoon dat als ik goed ontbijt, dat ik alleen nog mijn avondeten hoef te eten. En dan zit ik gewoon goed voor de hele dag. Dus ik heb maar 2 maaltijden dan. En het helpt voor mij persoonlijk heel erg met afvallen. Dus ja, vandaar. What's going on, peeps? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Het is alweer een tijdje geleden, maar ik heb eindelijk na een half jaar, ik denk tenminste dat het een half jaar is, ik weet het niet zeker namelijk, heb ik weer een sketch voor jullie. Oké, ik kom zojuist terug van skileren. Het is zo warm. Ik heb het echt 3 keer heb ik hetzelfde rondje geskilerd. Het is echt heel warm. Maar het is wel... Ik heb dit wel liever. Ik heb liever deze warmte.
dan dat ik die kou heb weer. Dus ik zweet me echt kapot. Maar ik zeg jullie, ik vind het wel weer echt lekker om weer te gaan sporten en zo. Nou, gelukkig had ik dus vannacht had ik deze fles in de koelkast gezet. Dus deze is gewoon lekker koel. En hier heb ik dus echt op gewacht. Goedemiddag. Ik heb vannacht bij Filip geslapen. Ik heb dat niet gefilmd, want toen we thuis kwamen, we gingen eigenlijk gewoon meteen slapen. We waren echt kapot. Ik ga nu eventjes citroensap maken. Als je de dag zo begint, of nou ja, begint, het is al 1:30. Maar als je de dag zo begint met citroensap, dan betekent het dat je dan een soort van energieboost krijgt. En ik weet het, het is niet goed voor je bloeddruk, ook niet goed voor je tanden. Waarschijnlijk meerdere dingen dat niet helemaal goed is hieraan. Maar als je in deze hitte zo'n energieboost nodig hebt, vooral ik met mijn werk en zo, dan is dit echt een optie. En dan een beetje klingelingelingeling. Oeh, het is misschien niet lekker, maar het is wel goed voor je. Oké, ik ben nu echt aan het skileren al een tijdje en het is zo ongelooflijk heet. Ik zweet ook helemaal. Ik heb super veel stappen gezet voor vandaag. Ik zweet echt overal, ook hier gewoon en hier. Het is echt heel vies, maar het voelt wel super lekker. Ik heb dit keer trouwens een extra rondje gedaan. Normaal gesproken doe ik 3 rondjes of 2. Maar dit keer heb ik er dus 4 gedaan. Ik heb zojuist een sketch geëdit. En ik ben zo moe van het skileren. Ik had al geen zin om het te doen toen ik de deur uitging. Maar toen ik uiteindelijk bezig was, dacht ik wel van oké, ik moet het gewoon even doen. Daarna ging ik ook nog de hond uitlaten. Ging ik nog even een best wel ruim rondje lopen met Juna. En nu lig ik hier in mijn bed en ben ik gewoon echt kapot. Ik ben zo moe en ik heb hoofdpijn door die ventilator. Maar het is ook weer warm, dus ik heb geen zin om het uit te doen. Dus anyways, ik ga nu even wachten tot dit is afgerenderd. En dan ga ik het meteen inplannen. Komt niet aankomende vrijdag, want dan komt er een andere video online, maar die week erop. Maar ik kan jullie vertellen, het is een super leuke video geworden. Goedemiddag, ik heb de hele dag gewerkt. Ik heb vanmiddag heb ik nog gezweten. En nu kijk ik naar buiten en zie ik dit. Wat de hel, een gekke storm of zo. Kijk dit. Echt niet normaal. Maar ja, het is nog steeds benauwd eerlijk gezegd. Ik ga nu eventjes wat eten. Ik moet eigenlijk nog werken. Nog een uurtje. Maar ik heb alles al af, dus ik ben eigenlijk nu al vrij. Filip heeft morgen zijn examen. En ik hoop zo erg dat hij slaagt. Hij heeft dus een rijexamen. Ik pray echt voor hem dat hij slaagt. Ik hoop het echt voor hem. En we gaan morgen ook nog eens iets super leuks doen. Maar dat zien jullie morgen dan wel. Dus ik ga deze dag helemaal niks meer doen. Ik zou eigenlijk nog basketballen of voetballen. Maar met dit weer ga ik dus echt dat niet doen. Want het kan ook nog eens gaan onweren. En als het dag geraakt wordt midden op het veld, dan is het klaar. Ik zit nu in de auto. Filip heeft het een boer geladen. Het stinkt zo erg. Ik hang gewoon met mijn hoofd uit het raam. Ogen dicht. Officieel nu. 15 augustus, 7 maanden samen. Dus ik heb besloten om dit verder te kopen. Wow. Perfect. Kom maar. Ben je klaar voor je examen? Nee, niet zo op de spotlight. Oké, ik hou het even zo vast, want mijn handen zitten helemaal vol. In ieder geval, Filip heeft vandaag zijn praktijkexamen. We nemen nu voor het eerst trouwens een Louis Vuitton tas mee naar België. En dit is die armband die ik dus gisteren heb gekregen. Hij is zo mooi, met Swarovski stenen. Ik ben nu al een tijdje thuis, alleen. Filip heeft nu zijn examen, of tenminste, ik zag hem net hier rijden. Volgens mij is hij er. Oh my god, ik hoop zo erg dat hij geslaagd is. Wacht even, ik ga beneden. Wacht. Ik moet er alsjeblieft naar iets kijken. Ja, die valt dus. Oh, je hebt hem gehaald! Yes! Je hebt hem gehaald! Ja. Hé? Waar ben je? Ik kom naar je toe, ik sta beneden. Wacht even, ik kom naar je toe, ja. Oh, die foto, hè?
Beter maak je een goede foto. Ja. Oké, tot zo. Doei. Tot zo, doei. Oké, we zijn nu onderweg naar België met de auto. Voor het eerst dat ik 2,5 uur moet rijden. Het is echt een lange weg. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar we gaan het laten lukken. We gaan het killen. We hebben in ieder geval super veel zin in. We gaan naar een drive-in bioscoop. En Doritos heeft een hotel voor ons geregeld. Dus super chill. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik heb ook echt geen idee wat ik al ga verwachten. Dus we zullen het zien. Ik heb het gehaald. Door hem. Moet je lachen of zo? Vind je het grappig? Wat er was gebeurd is, ik vroeg aan Philippe toen we in de auto zaten. We gingen namelijk eerst nog even tanken en naar de winkel en zo. Vroeg ik aan hem, zit mijn pimpels daar? Hij zegt ja, het zit erin. Dus ik wil, we zijn nu echt al een uur verder. We zijn al een uurtje hebben gereden. We zijn, gingen stoppen bij mijn tankstation. Want ik wilde tampons halen wat ik had opgesteld. Dus ik wilde het halen. Zoek ik mijn pinpas, zit het niet in de tas. Ik overal zoeken. Ik bel mijn moeder op. Ik zeg tegen haar van, zit is mijn pinpas thuis? Eerst zegt ze nee. Daarna vroeg ze aan haar van, kan je alsjeblieft in de zak van mijn broek kijken? Zit het daarin? Dus ik heb mijn pinpas niet mee. Ik ben op vakantie en ik heb mijn pinpas niet mee. Vakantie. 1 dag, gelukkig. Langer zou ik het echt niet volhouden. En ik heb ook geen Apple Pay. Dus ik heb helemaal niks bij me. En nu zit ik hier in de McDonald's. Te wachten op mijn bestelling. Die Philippe heeft betaald. Maar het is gewoon vervelend om je eigen geld niet te hebben. Ik heb echt een stressaanval gehad. Ik begon helemaal te huilen in de auto. Ik kon gewoon niet stoppen. Als ik weer over begin, ik voel me gewoon weer sad. Maar goed, wat we hebben besteld is een medium friet. Een hamburger voor Philippe, chili chicken voor Philippe, een visburger voor mij. Deze frappe voor mij, deze mango is voor Philippe en deze cola is voor ons alle twee. In België moet je dus overal een mondkapje op. Dat wisten wij al, we waren al op de hoogte. Maar het is zo irritant. Het is echt heel vervelend. Nu zit er ook een hart bij mijn lip. Dit is het hotel waar we verblijven. We zijn nog niet in de kamer geweest. We hebben wel de sleutel, we gingen het even halen. En we zitten echt midden in het centrum van Brussel. Dus het is echt super chill hoe dit allemaal is geregeld, toch? Ja, en jullie moeten echt even zien hoe hoog dat hotel is. Oh, ik zie het nu pas. Oh. Ja, wij zitten op de 15e. Oh my god, ik ben echt benieuwd wat de view is. Oké. Okay. Dus heb je gaat fitness op de 23e verdieping. Volgens mij is de view daar echt gek. Ja. Alright guys, we zijn dus hier in de lift. De lift ziet er al super vet uit. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de kamer. Echt heel erg benieuwd. Weet je wat ik daar vind? De meeste hotels hebben geen derde verdieping. Ja, klopt, brengt ongeluk hè. Wij wilden dus een rondje maken hier al. En we komen dus uit bij het fitnessgedeelte. Hier kunnen wij dus gratis gebruik van maken. Kijk dit. Dat is toch niet normaal? Wauw. Philippe en ik zijn zojuist gedoucht. En ik ben me nu aan het klaarmaken. Ik zweet me rot. De airco doet het volgens mij hier niet. Maar ja, dan gaan we straks eventjes langs de receptie of zo. Kijken of ze misschien wat kunnen doen. Maar wij gaan dus zo meteen naar het reuzenrad die we zojuist hebben gezien. En of we erin gaan is nog de vraag. Ligt ook aan de prijs. Want als het dan meteen 20 euro pp is, dan hoeft het voor mij niet. Oké, we lopen dus nu naar het reuzenrad. We staan er nu eigenlijk precies voor. Hopelijk kunnen we erin en mogen we erin. En daar zitten we dan. Philippe begint al te scheiden. Philippe heeft de gekste hoogte, dus ik heb hier echt nog nooit van gehoord. En ik wist ook niet dat het echt was. Ik wil jullie weten dat ik dit doe voor haar, hè? Zodat ik met haar in mijn. Je mag je trouwens je mondje op je afdoen. Jongens, kijk hoe hoog.
We zitten nu op het hoogste punt. Ik heb een hotdog gehaald. Filip heeft daar een patatje. En hij zit de hele tijd te kijken naar deze wesp. Hij gaat ons echt aanvallen. Ik heb me weer ready gemaakt. Ik heb mijn haar opnieuw gedaan en ik heb mijn make-up opnieuw gedaan. Mijn concealer zit zo ongelooflijk goed. Ik heb jullie gezegd, deze concealer is zo goed. Het is echt, wauw. Het dekt echt, 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 echt. First of all, het was een heel gedoe om hier te komen. Ik kon het gewoon niet vinden. We waren ook echt op een hele gekke plek beland. We kijken nu de film. Het is echt kapot raar eigenlijk. We doen het dus via onze radio. Via de radio. En dan hoor je het geluid. Maar het scherm zit gewoon voor me en allemaal auto's voor me. Het is echt kapot raar. Het is echt iets heel raars zit er nu op het scherm. Maar goed. Zoals jullie kunnen zien, een soort van spelletje. Heel weird. We hebben heerlijke chips gekregen. Je ziet het niet heel goed, sorry daarvoor. Chips met kip. Filip is er lekker van aan het genieten. Ik weet niet wat er met mijn stem is. Het klinkt echt super raar. Ik ben super moe. Ik ben echt kapot, hè. We hebben 2 uur om het hotel uit te gaan. Want dan moeten we uitchecken. Maar ze hebben dus vanaf gisteravond gezegd dat als je voor de deur kijkt, dan ligt er ontbijt. En het ligt er inderdaad. Ze hebben dus een tas vol met lekkere dingen aan ons gegeven als ontbijt. We gaan eventjes kijken wat ze hebben. We zijn trouwens heerlijk wakker geworden. Dit was trouwens gewoon dichter, maar dit was open gegaan. En wauw. Ik vind het uitzicht gewoon echt prachtig. Oeh, dit ziet er lekker uit. Dit ook. Dit ziet er ook lekker uit. Oh, cute. Wat zit er in dit tasje? Oh, schattig. Er zitten allemaal broodjes en minis. We zitten weer in de auto, helemaal fris en wel. We zijn gedoucht, weet ik veel wat. Filip gaat eventjes uit de auto om iets te checken of zo. Maar wij gaan nu, het is nu bijna 12 uur trouwens. Wij gaan nu richting Amsterdam. Want vandaag is de finale van We Want More. Woe, dit, voor de mensen die het niet weten. De broer van Filip doet mee en hij zit dus in de finale. Jullie zullen het allemaal zien. Wij waren bij de opnames. Jullie zullen het allemaal wel zien. Als deze vlog online komt, is alles al bekend. Maar we zullen het zien. Het is echt zo vet. Maar goed, wij gaan dus eerst even naar Amsterdam. Misschien eventjes een dutje doen of zo, want we waren echt moe. Het beste liep trouwens echt lekker, hè? Ja, dat deed was echt heel fijn. Heel fijn. Ja, hij was dik, maar echt niet... Maar ik vond die kussens ook lekker. Ja. Ja. Nou jongens, we zijn weer terug. Ik ben zo moe. Deze reis was zo lang. Gadverdamme! Filip, ik heb het opgenomen, hè? Nee. En ik ga het in de vlog laten ook. Je bent zo smerig. Dat was echt niet van jawel, dat was. Van wie dan? Wie is hier, Filip? We zijn in Schaven. En we kijken nu de finale. Shownieuws is daar. We zijn dus hier in Schaven. En Shownieuws is er ook. En op dit moment staat zijn broer. En die vrouw staan op nummer 1. Nou, gedeeld in de weg. Vanavond die zijn we voor Iris en Tiana. Jullie krijgen er 23 jaar. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Sorry voor dit. Ik ga zo meteen naar de fysio en ik heb een sport BH aan. Alleen hij is een beetje te sexy. Oh joh. Hey, ik liet gewoon bijna mijn tita jullie zien. Nou ja, in ieder geval, ik ben echt kapot. Gisteren waren we pas om 3:30 thuis of zo. En ik moest om 9:00 opstaan, want ik moet natuurlijk werken. Vandaag is maandag. Anyways, ik heb tot nu toe genoeg energie. Later op de dag ga ik hem zeker voelen, dat weet ik nu al. Maar wat ik moet doen, ik moet dus werken en ik moet zo meteen nog eventjes naar de fysio en dan ga ik een uurtje sporten. Nou, beste mensen, ik heb zojuist gesport.
Dit is echt niet mijn dag. Dit is echt gewoon niet mijn dag. Ik ben zo ongelooflijk moe en het rijden gaat niet goed. En I don't know. Dit is gewoon even niet mijn dag. Ik ga nu meteen gewoon naar huis. Ik moet nog een heleboel dingen doen voor werk. Het is nu bijna 2:30. Ik zei dat ik al langer thuis moest zijn. Ik heb nog zoveel te doen. Het is alweer de volgende dag en ik ben nu bezig met deze vlog die jullie nu aan het kijken zijn en aan het editen. Maar ik zie dus dat ik geen outro heb. De rest van de dag heb ik helemaal niks meer gedaan. En hierbij wil ik dus ook de vlog afsluiten. Vonden jullie dit nou een leuke vlog? Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie hopelijk aankomende vrijdag weer met een gloednieuwe leuke video.